waar kijk je het meest naar uit? Voetballen tegen Valencia. Dat lijkt me het leukst. Waarom Valencia? Ja, het is een mooie grote club uit Spanje. Dus ja, daar wil ik gewoon graag tegen voetballen. De actie van Kees Tol komt uiteindelijk bij Jordi van der Velde. En dan is het Darryl van Michem, de spits van AFC A1, die niet weet te scoren. Maar van Michem had een doelpunt beloofd en die zou uiteindelijk ook scoren. 1 minuut voor het einde van de eerste wedstrijd zorgt hij voor de 1-1 eindstand. Zijn voorzet komt achterin bij die andere vleugelspeler, Darryl van Michem. Die speelt Smits uit en vindt bij de tweede paal middenvelder Robert Plat. En die maakt op een schitterende wijze de 2-0 voor FCNH binnen de 20 minuten spelen. De voorzet van Van Michem is afgemeten. En de tweede Volendamse goal van de... Ik moet een keer een actie maken. Ja. Ja? Dus ik kom de bal, pap meenemen, schijnactie naar binnen, boom, de verre hoek. Kortom Bos moedigt zijn mannen aan in de tweede helft. Dat is nodig, want ze staan dik achter Van Michem met de snelle loop naar voren. Geen fout gaat maken tegen Haaglandia. Dat AFC het kampioensfeest met een week moet gaan uitstellen. Laatste mogelijkheid. AFC in de beginfase niet over de middenlijn geweest. Willem Scherens met de diepe bal richting Van Michem. Die troeft dan... Dennis Roerade af in zijn 250ste wedstrijd. Knepa komt net te kort. Zit inmiddels in de extra tijd. 94ste minuut van de wedstrijd. De laatste mogelijkheid voor AFC. En hij scoort hem. Sjoerd Jens. Hij doet het weer. Dit keer met het hoofd. Tegen VVSB deed hij het. En nu weer tegen Haaglandia. En op de valreep pakt de ploeg van Korterbos toch een punt in Rijswijk. Heel veel maakt het niet uit, want een minuut later is het Darryl van Michem. Die legt hem af op Steve Knepa. Die met heel veel gevoel legt hij die bal in het rechterhoekje van het doel. Maar zit het venijn hem in de staart hier. Van Michem geeft de bal voor. En dan is het Remco Hendricks die tot overmaat van ramp voor ABS de 4-0 achter zijn eigen doelman schiet. Die de bal diep stuurt op invaller Darryl van Michem. Legt hem voor zijn linker, haalt uit. En de lat. En Mackie Johnson met een kopstoot. Nou ja, daar zit geen kracht achter. Supersub van Michem. Maar de bal gaat niet over de doellijn. En dat is een behoorlijke tik voor de thuisploeg, die al 5 wedstrijden op rij heeft gewonnen. En nu dus tegen een achterstand aan kijkt Van Michem. Inmiddels ook in de ploeg gekomen bij AFC. Goed naar Brink, die moet dan... We zitten diep in de tweede helft als de bal bij Darryl van Michem komt. Die heeft nog een heel mooi toetje in huis. Kijk eens, wow, de 7-2. Darryl van Michem maakt het feestje compleet voor de ploeg uit Amsterdam. AFC wint en blijft meedoen om de titelstrijd met FC Hilversum. AFC in een sterke fase. De wissels hebben hun uitwerking duidelijk niet gemist. Van Michem. En Knepa. En Knepa in tweede instantie. En het is weer raak. 2. En er is dan nog een minuut of 5 te spelen. Tonegido wil nog wel. Kan dat punt wel gebruiken in de strijd tegen degradatie. Maar AFC is een kampioensploeg. Kijk eens, Van Michem. Goede actie weer. En de voorzet. En Jens knalhard op het hoofd. En mochten er nog illusies zijn bij Tonegido, dan zijn ze nu aan gruzelementen. 4-2. Darryl van Michem in balbezit. De invaller op een andere invaller. Bob Gering. En die knikt hem binnen. Het is de 87ste minuut van de wedstrijd. Hij vindt zijn broer Robert Gering langs de zijkant. Prachtig om te zien hoe zij het feest vieren. AFC is kampioen. AFC was de meest constante ploeg.